Vandaag de dag van de ondernemer. De dag speciaal voor u als ondernemer. De dag waarin wij ondernemend Gooisemeren graag in het zonnetje zetten. Maar in wat voor jaar zijn wij terechtgekomen? Het ondenkbare is gebeurd. Ondernemen vraagt nu meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen dan ooit. We worden telkens weer ingehaald door de keiharde werkelijkheid. Er zijn telkens weer nieuwe regels en moeten ons daar weer op aanpassen. Er zijn mooie creatieve, tijdelijke en soms structurele initiatieven. Zo zien we dat veel restaurants hun menus hebben aangepast voor afhaal en bezorging. De detailhandel heeft zich razendsnel aangepast aan de nieuwe situatie. En bedrijven hebben alles uit de kast gehaald om online de bedrijfsvoering voor te zetten. Dat is zeker meer dan een compliment waard. Vandaag willen we u daarom extra bedanken voor uw inzet, flexibiliteit en innovatiekracht. Veel ondernemers hebben zich op ongelofelijke manier door deze tijd heen geslagen. En we hebben daar als gemeente geprobeerd ons steentje aan bij te dragen door mogelijkheden te verruimen, om terrassen te vergroten, door de kwijtschelding van precario en andere lasten. En vanuit het Rijk zijn er ook allerlei steunmaatregelen gekomen. Dat is voor ondernemers natuurlijk niet genoeg. Maar gelukkig zijn ondernemers, is gebleken, ongelooflijk creatief, innovatief en weerbaar. Dus we zullen als gemeente de komende tijd alles doen om jullie ook de komende tijd te blijven steunen in deze rare tijden. Maar wij weten ook dat er een einde komt aan deze crisis. En we weten ook uit het meest recente verleden dat het soms weer heel snel opveert. Nou, die hoop moeten we dan maar hebben dat het opveert op korte termijn. En als ik dan zie hoeveel energie er is bij ondernemers, ook de wethouder heeft het al gezegd, de creativiteit om dingen te doen, daarmee zult u het redden allemaal. En dan komt, en dat hopen wij van harte, alles uiteindelijk goed. Heb je vragen of ideeën? Neem contact met me op. Ook voor kosteloos financieel advies. Ik ga graag met u in gesprek.